Total Energies en Apache hebben weer een ontdekking gedaan van ruwe olie en bijbehorend gas bij de Krab Dagu 1-bron in blok 58. De regering is hoopvol gestemd met deze olie- en gasvondst, vooral met de Final Investment Decision aan de horizon. De Final Investment Decision zal leidend zijn voor de verdere inrichting en ontwikkeling van onze olie- en gassector. Deze vondst zal volgens de regering een positieve impact hebben op de investeringsbeslissingen die in de tweede helft van 2022 op de agenda staat. Kevin McLachlan, Senior Vice President Exploration bij Total Energies, geeft aan dat deze olievondst een aanmoediging is om hun verkennings- en beoordelingsstrategie voort te zetten. Het bedrijf hoopt tenminste nog 3 bronnen te hebben geïdentificeerd aan het einde van 2022. Ook Apache gaat in maart van start met boringen in blok 53. Shell zal in het tweede kwartaal beginnen met boringen in blok 42.